En wat is jouw structuur dan? Wat doe jij? Wat is jouw basis? Ja, de basis is dus de Strengths to Connect methode. Okay. Dus wat ik toen straks al zei, dat was de Courage to Connect methode of Seeing van Team Bolster. Daar heb ik talenten aan toegevoegd, omdat ik talenten dus zo belangrijke basis vind. En in de coaching gezien heb dat eigenlijk elk probleem voortkomt uit of het niet begrijpen van iemands talent. Hij zelf begrijpt of zij begrijpt het zelf niet, want die kent hem niet. En zet het er per definitie dus verkeerd in. Of de blinde vlek van iemands talent. Dus die ziet gewoon niet hoe die zijn talent beter of gerichter in kan zetten om toch het resultaat te halen die diegene wil. Dus heel vaak komt iemand zeg maar tegen zo'n plafond aan. Denk, ja, maar het werkt altijd toch zo. Ja, ja. Maar in deze nieuwe situatie niet. Nou, hoe ga je dat dan wel doen, zeg maar?